Het gaat jullie allemaal goed. Alright, love. Bye bye. Ah, jammer. Ja, dacht je nu weg? Oh nee, je hebt helemaal geen wijn op. Hallo, nou vandaag gaat Gerrit Zalm helaas afscheid nemen en vanavond is zijn afscheidsreceptie. Nou, we gaan namens het cabaret ook iets doen, maar misschien kunnen we ook nog wat gasten eventjes interviewen, kijken wat zij ervan vinden. Dag meneer Wey, dat is wat leuk om te zien. Ja, dat kan ik me voorstellen. We hebben elkaar net gesproken, maar ik doe het net even voor de film zo. Waarom vind je deze receptie, de afscheidsreceptie van Gerrit Zalm? Ja, dat vraag ik ook al bij dat ik het in godsnaam doe, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat Gerrit en ik zijn al sinds 1994 dikke vrienden. En we hebben al die stappen in zijn ontdekkingsreis, die hebben we af en toe wel gedeeld. Ja, en, dik en dun. Door dik en dun. Zo hebben we de dipjes die we allemaal hebben meegemaakt en jullie nemen afscheid van een fantastische CEO. Wat vindt u, wat moeten we vooral behouden dat Gerrit weg is bij ABN AMRO? Voetjes op de grond, gewone Nederlanders, klantgerichtheid. No nonsense. No nonsense. En aan de klant denken. Juist. Nou, ik vind dit echt geweldig. Ik wil eigenlijk uren met te spreken. Ja, maar daar zit er niet in vandaag. Dat is vooral. Nou ja, wat moet ik beginnen? Maar jij, waarom ben jij eigenlijk afscheidsreceptie van Gerrit Zalm? Omdat we werken niet bij de ING. Ja. We hebben de ING. Ja. Maar daar waar ING en ABN AMRO met elkaar concurreert, daar werken we ook met elkaar samen. Nou, kan jij, want ik ben zoektocht naar het maken wat we nou beter kunnen doen voor de klant. Ja, ABN AMRO inderdaad. En wat zou dat kunnen zijn? Wat kunnen we van jou leren? Dat ga ik niet vertellen. Ah, jammer! Dacht je nu weg? ING, oh nee, je hebt helemaal geen wijn op. Klinkt gewoon keurig, gewoon water. Vandaag zijn we gewoon als onszelf. En waarom? We willen een speciaal iemand in het zonnetje zetten. Iemand die het kloppend hart van de bank genoemd kan worden. Ja, iemand die alle touwtjes stevig in handen heeft. Iemand die bestuurt met kracht en humor. En die iemand is natuurlijk... Nee, niet Gerrit Zalm. Dat is zijn rechterhand, zijn steun en toeverlaat. Dat is zijn secretaresse, zijn personal assistant en deze dood is. Ja, en dus nu rijdt en mee elke ochtend om 7 uur haalt ze hem op, rondjes de hele dag. En dan stipt om 7 uur 's avonds levert ze hem thuis af. En blijf amuseren en blijf inspireren. Tot je! Ik wil de minister bedanken voor zijn, vind ik, extreem lieflijke speech. Ik wist niet dat socialisten zo aardig konden zijn. Ook aangenaam verrast ben ik geweest door de betrokkenheid van medewerkers op alle niveaus. Dat medewerkers voor een bank alleen maar uit zijn op hun eigen financiële gewin, dat is een enorme karikatuur. Ik heb zoveel mensen gezien die helemaal niet financieel gedreven waren, maar alleen maar bezig waren met het belang van de klant en het belang van de bank. Dus ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dat succes. Klanten die ons in die moeilijke beginperiode toch trouw zijn gebleven. En als slot wil ik nog 2 personen noemen, ik kan niet alle personen noemen. In de eerste plaats Rob, die zal ergens boven staan. Ja, voortreffelijke chauffeur. NME, een begrip binnen de onderneming. Uitzonderlijk een goede secretaresse. Foutloos. Ik vond het altijd wel leuk als ik er op een heel klein foutje 1 keer per jaar kon betrappen. Maar dan meestal bleek het... Welke was dat? Ook nog mis te zijn, want dan was het mijn fout. NME, je bent geweldig. Het gaat jullie allemaal goed. Dankjewel. Hey, ik heb een soort
genetische afwijking. Ja. Ik ga Engels praten. Ja. Zoals degene met wie ik praat Engels praat. Als ik met een Australiër praat. Ja. Want onbewust ga ik ook Australisch praten. En kunt u dan net iets nadoen wat u net deed? Ik heb geen filmpje gemaakt van het DM na. Kunt u het even doen? Alsof er niemand is. Ik ook niet. Maar het staat in de badkamer. Ja. Gerrit, you're my possum. I think you're wonderful. You've done a wonderful job. And I hope you come to see me and Edna down under in Australia. All right, love. Bye-bye. Nou, gezellig, Carlijn. We gaan vanavond samen lekker The Voice kijken, toch? Ja. Nou, even wat snackjes, Carlijn, hè? Je kunt met Peter The Voice doorkomen. Hoe vind je deze? 6. Wie is dit dan? Isabel. Ben je voor iedereen? Wij hebben niet echt één. Maar welke, als je echt moet kiezen, Isabel, Pleun of? Ik denk dat Isabel. Isabel. Zou je ook emotioneel worden als ik ging zingen, Carlijn? Nee. Je zou me gaan uitlachen, denk ik. Nee. Als jij ging zingen, ging jij dan voor Sanne? Ja. Ja? En jij? Ja, ik denk het ook, ja. Ja. Wat geven we Isabel? Een 10. Een 10? Nou, pap, dat moet helpen. Hoeveel sterren heeft de Amerikaanse vlag? 50, 60, 85 of 35? 35. Nee, 50. 50? Nou, dat moeten we maar niet opnemen. Ik heb ook mijn kleedje om, zie je dat? Nee. Niet goed? Nee, onvoldoende. Nee, onvoldoende. Yeah. Dit was wel sexy hoor. Ja, dat vond je wel. Maar uit, Carlijn, het ziet er niet uit.